prachtige meisjes. Maar toch zal vandaag één van jullie de Model Mansion moeten verlaten. En in mijn handen heb ik de foto's van de modellen die wel nog kans maken op de titel van Holland's Next Topmodel. En de eerste foto is die van Mieke. Gefeliciteerd. Dank je. Heel goed gedaan. Tamara. Heel goed. Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. Michelle. Ook al zo'n geweldige foto. Alsjeblieft. En de volgende foto is van Elise. Alsjeblieft. Dank je. Roxanne. De volgende is Claudia. Het aantal foto's begint al uit te dunnen. Maar ik heb nog Mandy. En dan Hildes. Nou, ik neem deze foto niet aan. Ik heb me niet misdragen. Ik heb gewoon gefeest en ik ben anders door jullie afgeschilderd. En, maar hoe ben je dan Ik word anders afgeschilderd. En, ja, dat blijf je maar herhalen. Ja, er zijn, voor mij is, ik wil graag modellenwerk doen, maar er zijn voor mij belangrijkere dingen dan modellenwerk. Dus, En daar kom je nu pas achter? Nou ja. Nadat je hebt opgegeven en al die weken door bent gegaan en hier een hele goede foto krijgt. Ja. Vond je het dan zo erg om te horen dat je misschien een drankje te veel had gedaan? Ja, naar mijn mening heb ik geen drankje te veel gedaan. Dus. En ik wil thuis ook nog later een carrière maken. Ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik hiervan moet vinden. Nee, ja, dat begrijp ik wel. Maar ik weet het ook niet zo goed. Maar, ja, dit maar als je het niet zo goed weet, waarom ga je dan weg? Kan je zo slecht tegen kritiek? Nee, ik kan absoluut niet slecht tegen kritiek. Maar dan lijkt het anders wel op. Nee, je bent door. Ja, maar ja, wij zeggen dat je je misschien een beetje hebt laten gaan op een feestje, stap je uit deze wedstrijd. Nou, ik ben anders voor afgeschilderd. Ja, dat blijf je maar herhalen, maar dat weet je helemaal niet. Het is jouw vooringenomenheid. Ja. Ik sta echt perplex gewoon. Ja, ik bedoel, ik begin ook echt steeds bozer te worden. Ja, ik bedoel, Ik heb me inderdaad, nee, absoluut niet een beetje commentaar. Maar mijn leven bestaat niet alleen uit modellenwerk. Mijn leven. Je doet nog helemaal geen modellenwerk. Nee, maar dat bedoel ik dus. Maar waarom dus doe je andere dan dingen zijn voor mij belangrijker. Kom ik nu achter misschien. Dus. Tot ziens. Sorry. Zou je daar niet willen gaan staan? Je kan vertrekken. Dat was even schrikken. Ik moet zeggen, ik ben er zelf ook nog een beetje van ontdaan hoe dat net is gegaan. Maar ik hoop dat jullie begrijpen dat dit een wedstrijd is die niet alleen om de beste foto's gaat, maar zeker ook om de manier waarop je je gedraagt. Ik ga in ieder geval gewoon door met het uitdelen van foto's. En de volgende foto die ik in mijn handen heb, is die van